radio en tv voor Steenwijkerland. 105.4 FM. Ja, dat klopt. Ik ben blij dat ik nu de tijd kan maken om voor dit soort dingen actief te zijn. Dus ja, dat is mooi als jij dat als anders deur mag doen. Ja, gastvrouw. Dus ik mag een beetje de dingetjes leiden rondom de ceremonie. Dus de medaillemeisjes en de scouting. Ja, goed hun werk laten doen. Dus meteen nadat de rit afgelopen is, dan kunnen ze even op adem komen en dan mogen ze meteen het podium op. Nu ik ze zo op trainingskamp zie en spreek ze nog wel via WhatsApp. Via Twitter zie je dingen voorbij komen. Ja, dan begint wel wat te kriebelen. Zwemmen zelf mis ik niet enorm, omdat ik heb nog de laatste weken wel wat gezwommen. Maar ja, dat werd alleen maar minder. Dus ja, het gevoel is wel wat weg. Dus daardoor wordt het meer werken. En het ritme, dat mis ik wel. Maar het zwemmen op zich valt mee. Ja, ik hoop over een maandje dan te beginnen in Alkmaar bij DHW. Om daar als talentcoach aan de slag te gaan. Dus wie weet kom ik daarna deze kant weer op, maar het is nu een kwartiertje dichterbij, dus ja, het begin is er weer. Nu als doel, ja, kan ik toch zeggen als trainer misschien naar de Spelen. Ja, ik heb al een trainerscursus niveau 3 afgerond. Ja, er zijn nog 4 en topcoach 5 is er nog die eventueel op mij ligt te wachten. Dus ja, dat zou wel heel gaaf zijn en op deze manier binnen het zwemmen erin te rollen. Natuurlijk als coach wil je dan ook wel weer een nieuw doel. En je wil de zwemmers op een hoog niveau op hun doelen uit te laten komen. Dus ja, dat zou wel heel gaaf zijn.